Welke kracht haal jij zelf uit yoga? Yoga is voor mij een beoefening of een practice die dat mij heel dicht bij mezelf brengt. Die dat mij onmiddellijk in contact brengt met mijn lichaam, met mijn ademhaling en met mijn hart. En ik vind dat een heel mooie oefening om dat dagelijks te doen voor mezelf, zodat ik ook echt kan leven hoe ik wil leren. En dat is in connectie met mijn lichaam en mijn hart en mijn ademhaling, om dicht bij mezelf te kunnen zijn, om dicht bij mezelf te kunnen staan, om gewoon over het algemeen goed te kunnen voelen en om van daaruit keuzes te maken en te leven. En daarbij zeg ik niet dat je je denken niet meer mag gebruiken, maar heel vaak hebben mensen, en ook ik zal ook van mezelf spreken, beperkende gedachten in ons hoofd of in mijn hoofd, angsten. Maar yoga helpt mij net om makkelijker te kunnen shiften van dat denken naar voelen, naar mijn lichaam, naar wat dat goed voelt en niet wat ik denk dat goed is voor mij. Want ik vind dat een veel mooiere en veel juistere en veel meer authentieke motivatie om alles te kunnen doen vanuit dat het goed voelt. Met welke angsten heb jij gezeten? Goh, over het algemeen ben ik eigenlijk opgevoed met heel weinig angsten. Mijn moeder heeft mij het woord bang ook nooit geleerd. Daar ben ik haar nog altijd heel dankbaar om. Dus over het algemeen heb ik eigenlijk weinig angsten. Ik zeg dat ook in mijn boek. Ik vind ook dat je angst nooit nodig hebt. Alleen als je voor een beer staat of zo. In een levensbedreigende situatie. Dan kan angst je redden. Maar voor de rest vind ik dat iets heel beperkend. Waardoor we stappen niet durven zetten of waardoor we niet voor onszelf durven kiezen. Want wat zou de maatschappij wel niet denken of wat zou de ander niet denken? Of, dus ik probeer dat ook mensen duidelijk te maken dat maar een gedachte is in ons hoofd en dat je heel makkelijk kunt kiezen om je aandacht te verleggen van die gedachte. Dat je naar je hart kunt gaan en kunt voelen van ja, maar wacht. Los van die gedachte die mij hier nu even komt kleineren, weg van wat ik eigenlijk in mijn hart het liefste wil. Hoe voelt dat? Ik ben dicht bij mezelf. Hoe voelt dat in mijn hart? Hoe voelt dat in mijn lichaam? Voelt dat juist? Zo ja, just go for it. Negeer die gedachte, laat die vriendelijk aan de kant en spring. Eigenlijk zeg jij, kort samengevat, als je zin hebt om iets te doen, kijk niet naar jouw omgeving, maar als je jezelf er goed bij voelt, doe het gewoon. Ja. Voilà. Ja, ik zeg dat ook heel vaak. Als het goed voelt, als het juist voelt, dan is het juist. Punt. Ja. Het is jouw leven, het is mijn leven, dus wij doen ermee wat we willen daar. Maar vind ik persoonlijk toch, ja. Het zou dom zijn om altijd naar de omgeving te kijken, want in de omgeving zijn er altijd wel mensen die iets op te merken hebben. Net zoals op de sociale media. Ja. Ja, we leven ook zo in een maatschappij waar we elkaar heel makkelijk, waar we heel makkelijk ons kunnen vergelijken met elkaar en waar we zoveel twijfel en onzekerheid door krijgen. Maar eigenlijk doen we onszelf dat gewoon aan, want je kunt er ook voor kiezen om je niet zo te gaan vergelijken en om echt puur dicht bij jezelf te blijven en te weten en te voelen van ja, ik doe wat ik doe en ik doe wat ik graag doe en ik doe voor mij wat juist voelt voor mij. En ik ben er zeker van, als dat juist voelt voor u en je steekt daar heel veel liefde in, dan resoneert dat ook bij de ander. En dat is ook, mijn boek is daar helemaal een voorbeeld van, en dat is niet om te stoeven, maar ik voel me daar zo goed bij en ik heb daar 7 maanden zoveel liefde in gestoken. En nu mag ik tegen mezelf zeggen van Margot, je had niet zo onzeker moeten zijn, want kijk, die mensen voelen hun liefde nu ook. En het zijn ook die mensen die er op dit moment klaar voor zijn om dat te ontvangen. En dat is ook daarom dat die dat voelen. Want je hebt natuurlijk ook mensen die daar zoiets hebben van wat heeft die geschreven en daar is het dan eerst helemaal niet voor mij en ik snap daar niks van. Maar dat is ook helemaal prima, want dat wil gewoon zeggen dat die mensen nog niet op dat niveau met bewustzijn bezig zijn en die er gewoon nog niet klaar voor zijn en misschien binnen 5 jaar wel. Dus ik geloof dat alles naar je toe komt op het juiste moment wanneer dat je het precies nodig hebt. En dat zijn dan die mensen die mij een bedankt berichtje sturen van oh, dank u, ik heb zoveel aan uw boek. En dan denk ik, oh, zalig.
dat is zo'n soort van ripple effect dat ik dan in gang kan zetten met alles wat ik deel in mijn boek. Dus dat is zalig.